Dit is de tekening van vandaag. Dit is een beeld uit het oude Thailand. En in het oude Thailand gebruikten ze nog korven om vissen te vangen. En er is een uitdrukking in het Thais, een oude uitdrukking. En de uitdrukking is Sum Si Sum Ha. Letterlijk betekent dat de vierde korf, de vijfde korf. En in het Thais gebruiken we deze uitdrukking als iemand iets ondoorgrond doet. Niet echt goed doordacht. Ondoordacht. Ondoordacht is het juiste woord. En wat heeft het nou te maken met vissen? Nou, dat is waar het eigenlijk even om gaat. Dat is een beetje het idee van vanavond. In het oude Thailand gebruikt ze dus zo'n korf om te vissen. En dat lijkt wel makkelijk. Je zet gewoon zo'n korf op zo'n vis en dan zit hij erin. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk in feite. Want zo'n vis gaat heel snel. En het is een beetje de juiste positie vinden. Waar je denkt dat die vissen zullen gaan komen. En dus zou je kunnen zeggen dat als je op een bepaalde positie zit en je hebt telkens niet beet, je kunt telkens geen vis pakken. Je probeert het verschillende keren, maar de vis ontsnapt telkens dat je op de verkeerde plaats zit te vangen. Dus zeg, is het in Thais een uitdrukking. Als je voor de vierde keer al met zo'n korf naar beneden zit te drukken en je vindt nog geen vis, dan kun je beter niet wachten tot de vijfde keer, maar zoeken naar een andere plaats. Ik vind het wel een mooi symbool voor het leven. Als we weten dat iets niet werkt, dan moeten we soms gewoon iets anders doen. Niet blijven doordrammen, zoom si, zoom ha. Dus niet met de vierde korf, de vijfde korf, vierde keer met de korf naar beneden, vijfde keer met de korf naar beneden. Op een gegeven moment dan weet je, ja, dit is niet de plaats waar deze vissen lang zullen blijven in deze hoek. Dan ga je naar een andere hoek. Overigens spoort het boeddhisme niet aan om te gaan vissen. We zijn daar niet zo voor. We zijn in het boeddhisme over het algemeen niet echt voorstanders daarvan. Van vissen en het doden van dieren. Maar hoe het ook zij, het is een hele mooie uitdrukking. En het is wel een goede symbool van het leven ook. Onze abt spreekt ook wel over dit, gebruikt ook wel dit woord in wanneer het gaat om meditatie. Soms dan zitten we in meditatie niet helemaal de juiste, gebruiken we niet helemaal de juiste techniek. Bijvoorbeeld als we meer behoefte hebben aan ontspanning, gebruiken we te veel focus. Of we gebruiken te weinig focus wanneer we juist te ontspannen zijn. Hè, dan is het de juiste balans zoeken. En niet doorgaan drammen, hè, als je niet verder komt. Of als we bijvoorbeeld heel erg niet echt goed in ons vel zitten, dan is het soms even goed een stapje achteruit te zetten van, hey, waarom zitten we eigenlijk niet goed in ons vel? Is er misschien een frustratie waar we mee zitten? En soms dan komen we er ook niet helemaal achter, maar dan is het wel goed om er even iets mee te doen. Bijvoorbeeld als we ons een beetje gefrustreerd voelen, kan het soms goed zijn om onze aandacht wat te verruimen. Misschien wat liefdevolle vriendelijkheid te verspreiden, wat we net deden op het einde. Of als we bijvoorbeeld niet zozeer gefrustreerd voelen, maar misschien hebben we bijvoorbeeld veel mensen die werken die soms in het buitenland werken of zo, hebben wel eens dat ze elkaar gaan missen. Hè? Als in een gezinsleven waarbij één iemand werkt en veel op reis is, kan het soms dat je elkaar mist. Dat kan ook in meditatie spelen. Dat je bijvoorbeeld verlangens of dat je iemand mist. Dat soort dingen. Nou, dat weten, dat leren mee omgaan. Dat is dus ook het hart van meditatie. Dat je eigenlijk even kijkt van, hey, wat gaat er mis? En even opnieuw. En dat is ook een beetje het idee in meditatie. Dus in zekere zin lijkt meditatie een beetje op vissen. Dus dat wilde ik eventjes zeggen.